Een hele goede avond, dames en heren, en welkom in Bozar. We zitten in zaal M, die is compleet leeg op een aantal van mijn gasten na natuurlijk vanavond. We zullen het hebben over kunst en welzijn, art en well-being, een centraal topic in Bozar tot het einde van het seizoen. En ik stel mijn gasten al graag eens aan jullie voor. Jan Kaiers, muzikoloog, maar natuurlijk de officiële Beethoven-biograaf in het Beethovenjaar. Dat is helaas al afgelopen, Jan. Dus het is eigenlijk voorbij met jouw officieel biograaf zijn. Maar goed, je hebt natuurlijk die klepper geschreven over Beethoven, een boek dat ik 10 jaar geleden mocht lezen en dat ondertussen overal ter wereld beschikbaar is. Is het niet? Zo is dat. Het is een groot voorrecht geweest voor mij om dat boek te mogen schrijven. En het is nog een groter voorrecht om te zien wat er met dat boek allemaal gebeurt. Het is inderdaad verspreid over heel de wereld. Nu ook dankzij de Engelse versie, ook in Amerika en zo. En dat is toch wel een groot verschil. Er is nog een groot verschil tussen zeg maar een Duitse versie, die uiteraard in het referentieland bij uitstek, namelijk Duitsland en eventueel ook Oostenrijk, gelezen wordt. Maar als het natuurlijk in Amerika en Engeland komt, dan krijg je toch nog een andere dimensie. En ja, ik beleef nog elke dag gelukkige momenten van onverwachte reacties die ik krijg van over heel de wereld. En ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Ja. Ik ben Beethoven eigenlijk heel dankbaar daarvoor. Postume dank aan de componist van het jaar. Hij blijft altijd componist van het jaar, ook het vorige jaar. Dirk de Wachter is ook mijn gast vandaag. Psychiater en systeemtherapeut. En natuurlijk wereldbekend, vooral in Vlaanderen natuurlijk, door heel veel mediaoptredens ook, Dirk. En door jouw publicaties natuurlijk. Ja, wij zitten hier samen rond een componist, maar vooral ook rond kunst en welzijn. Moet een kunstinstelling ook met welzijn bezig zijn, Dirk de Wachter, vraag ik mij af. Een kunstinstelling moet niks. Of in ieder geval een kunstenaar moet niks, vind ik. Het is erg belangrijk dat hij zijn ding kan doen in vrijheid. Het zou geen goed idee zijn om te zeggen we gaan de kunst binnen de gezondheidszorg trekken. Dus een kunst moet vrij kunnen zijn. Ja. En ik denk ook dat, maar daar zullen we het nog wel over hebben, dat kunst ook niet zomaar moet dienen om te genezen of zo. Hoewel dat dat een plaats kan hebben. Maar ik denk dat kunst daaronder schuift. Dat kunst een soort wezenlijkheid is, een soort bodem is waarop de menselijkheid staat. En dus ook het goede leven. En de troost en zo. Ik denk dat kunst te maken heeft met de omgang van de mens met de dood. En dus het is een soort van fundamentele, wezenlijke troost in het bestaan. Zo zie ik dat. We zijn 3 minuten bezig en het gaat al meteen over de dood. Dat is wel even schrikken natuurlijk, Jan Kaiers. Deel je die mening dat kunst eigenlijk iets zou kunnen zijn dat ons in staat stelt om met onze eigen eindigheid om te gaan, als ik Dirk even parafraseer? Wel, laat me in eerste instantie zeggen dat ik het eerste gedeelte van zijn redenering ook onderschrijf, dat kunst niks moet en kunstenaars niks moeten. Er is een beetje een tendens om van kunstenaars te verwachten dat ze de grote sociale problemen oplossen. Mm-hmm. Als je de dag van vandaag een subsidiedossier indient, dan moet je een grote dosis van relevantie kunnen bewijzen. In welke mate draag je bij tot een betere samenleving? In welke mate slaag je erin om zeg maar, wat niet-autochtone mensen te integreren in je project enzovoort? En ik geloof dat dat secundaire dingen zijn. Net hetzelfde als het welbevinden van de mensen. Wij kunnen daartoe een bijdrage leveren, daar ben ik echt van overtuigd. Maar het kan niet het doel zijn. Het doel is in eerste instantie van goede kunst te maken. En dan zal vervolgens die goede kunst wel emoties opwekken. Emoties dan vervolgens inderdaad kunnen bijdragen tot de grote existentiële vraagstukken. Of zelfs die kunnen bijdragen tot het welbevinden van de, zeg maar, en de consument en de maker. Maar dat zijn gevolgtrekkingen. Net zoals hetzelfde, en dat is zeer Beethoveniaans. Kunst kan vernieuwend zijn, maar dat kan niet het doel zijn. Vernieuwing is een gevolg van een basisinstelling van de kunstenaar. Ik denk als een kunstenaar te veel
vragen gaat stellen naar de impact van zijn kunst, dan gaat er ofwel een verkramping ontstaan of er gaat een vorm van kunstmatigheid ontstaan. En als ik even mag spreken over mijn boek, ik word heel dikwijls gevraagd of geconfronteerd met de vraag van had je gedacht dat dit boek zo'n succes zou zijn? En dan is mijn antwoord altijd nee. En goed dat ik het niet wist. Ik heb dit boek geschreven in volkomen vrijheid en volkomen onafhankelijkheid. En dat is de beste voorwaarde om een soort spontane lichtheid te houden. En ja, dan vervolgens natuurlijk, als we dan komen tot de ultieme vragen over de zin van het leven, kunst raakt dat wel. Mensen die samen naar een concert komen en grote emoties beleven, die gaan buiten met een andere kijk op het leven. Maar nogmaals, in die volgorde. Ja, en toch wordt dat maatschappelijk engagement eigenlijk gevraagd, of die maatschappelijke relevantie van kunst, moet die eigenlijk bijna op voorhand worden bewezen. Nee. Dat zegt ook iets over de blik op kunst. Hè? Men moet eigenlijk zijn eigen rendabiliteit bewijzen, Dirk de Wachter. Ja, ja, ik herken hetzelfde in mijn vakgebied natuurlijk. Hè. Waarbij de moet ook de psychiater dat bewijzen? De psychiater moet, ja natuurlijk, de psychiater moet bewijzen dat hij op korte termijn het symptoom kan wegnemen en dat de wereld terug kan verder denderen, om het eenvoudig te zeggen. Dus heel onze wereld zit wel een beetje in dat functionalistisch economisch denken. Hè. Maar voor de kunst is dat... Of voor de psychiatrie ook, als ik die gelijkenis mag maken, is dat dodelijk eigenlijk. Het is natuurlijk dodelijk voor de creativiteit als er gevraagd wordt. Je moet volgend jaar die zalen vullen en met een publiek dat zo en zo moet eruit zien enzovoort. Dat is dodelijk voor de creativiteit en ook voor de psychiatrie, denk ik. Ik moet vrij kunnen spreken met de mens. Of de mens moet vrij met mij kunnen spreken. En dan zien we wel waar we uitkomen. Het is een beetje zwart-wit gesteld, hoor. Maar een al te functionalistisch korttermijndenken is dodelijk voor de menselijke creativiteit. En toch aan de andere kant heb je meer en meer kunstenaars die zelf heel maatschappelijk geëngageerd zijn. Ja, ja. En die kunst bedrijven op de rand van het activisme. Dat is ook een trend die je als dat kan hun keuze is en hun houding en hun overtuiging, dan mag dat natuurlijk. Het is niet dat het verboden is, maar ik ben er toch wel voor om mensen vrij te laten om vanuit hun existentie al die kanten van de wereld te zoeken. Hè. En sommige kunstenaars zijn zeer erg teruggetrokken uit de wereld, wereldvreemd, raar, zitten uit de wereld en anderen zijn inderdaad bijna activistisch voorop. Ik zou zeggen, laat daar een heel breed palet van verschil bestaan. Ja, ik zie een vinger van Jan Kaaiers in mijn richting. Ik wou daar nog een paar bedenkingen aan toevoegen. Ten eerste heeft dat algemeen te maken met het probleem van het beoordelen van kunst. Het meten van kunst, van de waarde van kunst, dat vraagt ten eerste een grote competentie om te kunnen beoordelen welke kunstenaar beter is dan de ander. En bovendien is het bijna in een aantal gevallen onmogelijk. Hè. Dus oké, je hebt het fenomeen van de muziekconcoursen. Daar heb je in een zeer beperkt domein de mogelijkheid om te meten, maar zelfs ook daar is een grote subjectiviteitsfactor. Dus er is een groot probleem om te meten. En dan zie je dat wij in een samenleving zijn waarin dat meten heel belangrijk wordt geacht. En als ik dan een vergelijking mag maken met de wetenschap, daar doet zich hetzelfde probleem voor. Namelijk dat men dus probeert de wetenschappelijke prestaties te meten. Niet alleen te meten, maar ook te voorspellen. Dus een jonge wetenschapper moet vandaag de helft van zijn tijd doorbrengen met te verantwoorden wat hij gaat doen en mogelijkerwijs ook te voorspellen dat hij succesvol zal zijn. En wat is het gevolg? Dat de meeste jonge wetenschappers angst hebben om een domein te betreden waar ze dat succes niet kunnen garanderen. U raakt een gevoelig punt, natuurlijk. Nee, maar dat is toch een probleem in de academische wereld. Terwijl de geschiedenis van de wetenschap bewijst dat de meeste grote ontdekkingen out of the box komen van soms vanuit heel rare terreinen. Zeker en vast, ja. Als ik even terug over mijn eigen verhaal mag vertellen. Indien ik, want op het ogenblik waarop ik mijn boek schrijf, was ik niet meer verbonden aan de universiteit. Indien ik daar toen had gezegd, geef me 5 jaar tijd. Ik schrijf, maar en laat me gerust. Ik schrijf een biografie over Beethoven. Ik zou nooit de toelating gekregen hebben. Dat is juist, ja.
Nooit. Maar gelukkig kon je dat boek in alle vrijheid schrijven natuurlijk. Absoluut. Maar dat heeft te maken met de obsessie van het meten. Zeker en vast, ja. Nu, ik werk wel aan de universiteit. Gelukkig heb ik nog voldoende vrijheid. Maar ik ben een van de weinigen, hoor. Ja, ja. En ik zit ook nog in een generatie waar dat nog meer kon dan dat nu bij jonge aankomende mensen. Het gaat om die vrijheid ook af te kopen. Ja, ja, of de toevalligheid. En zo. Ja, zeker. Maar ja, je hebt nooit je ziel verkocht aan de duivel. Dirk de Wachter, dat heb jij nooit gedaan. Je hebt je ziel niet verkocht aan een of andere duivel. Ja. Oh, dit is een heikel onderwerp. Maar, maar ik ga de vraag gewoon doorspelen. Ik heb mij nooit heel erg in de zeer farmaceutische sector begeven. Ja. Laat mij het daarbij houden. Oké, ik speel de vraag door aan Jan Kaaiers. Zou Beethoven dat wel eens hebben gedaan? Zijn ziel verkocht aan de duivel? Of aan toch een of andere mecenas? Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur steken. Je moet niet vergeten dat Beethoven een zeer complexe figuur was. Hij was een supermens, dus elke supermens is dan complex in de macht. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dus Beethoven was een complexe psyche, waarbij hij in eerste instantie, en laten we dat toch wel even benadrukken, in eerste instantie een muzikus was die wilde componeren en die vervolgens wilde dat zijn muziek werd uitgevoerd. Dat was zijn belangrijkste doel. En dat doel heiligde alle middelen, inclusief zijn ziel te verkopen aan figuren die hij zelf niet hoog op had. En laten we zeggen, er zijn er verschillende anekdotes, maar dat is, om er dan toch maar één te vertellen, de meest frappante. In 1808, op het moment waarop Beethoven een beetje in een doodlopend straatje in Wenen dreigde verzeild te geraken, kreeg hij het aanbod van Jérôme Bonaparte, die op dat ogenblik door zijn oudere broer koning was benoemd in het pas opgerichte koninkrijk Westfalen in Kassel. Hij kreeg daar het aanbod om daar kapelmeester te worden. Nu was die Jérôme Bonaparte allesbehalve het type van de verlichte vorst. Dat was echt een eerder decadente jongere broer die daar met veel geld geparachuteerd werd en die daar een zeer liederlijke levenswijze... Een parvenu van het allerlaagste en minabelste soort. Oké, wat deed Beethoven? Wel, Beethoven heeft met die man onderhandeld om daar kapelmeester te worden. En we weten niet, dat is het grote vraagteken, of dat hij onderhandeld heeft echt met de bedoeling om daar naartoe te gaan. Of omdat hij dat gedaan heeft als hefboom om zijn omstandigheden in Wenen te verbeteren. Dat weten we niet, het is een beetje gemengd. Maar in alle geval, hoewel dat een man was waar Beethoven de grootste minachting voor had, heeft Beethoven ernstig met hem onderhandeld, precies om zijn statuut als kunstenaar te verbeteren. Dus met andere woorden, hoe ideologisch en idealistisch we ook over Beethoven denken en terecht, Beethoven is iemand die een zeer hoge ethische norm had. Ja, ja, maar wat u nu zegt, dat heeft te maken met de financiën enzovoort, maar niet met de inhoud van het werk. Hè. Hij heeft zich toch niet laten compromitteren om een goedkoop melodietje te maken. Oh. Simpel, goed in het oor liggend. Ofwel. Daarover zou ik het volgende willen zeggen. Beethoven moest overleven in een moeilijke wereld. Mm-hmm. In een Biedermeier-cultuur. En hij moest dus opdrachten aanvaarden in zeer uiteenlopende domeinen. Ook in dingen die op het eerste gezicht niet tot de officiële, zeg maar, high society-cultuur behoorden. Indien Beethoven vandaag zou geleefd hebben, zou hij zeker ook filmmuziek geschreven hebben. En nog erger, als ik het zo mag zeggen, ik hoop dat ik niemand beledig, hij zou ook muziek voor commercials geschreven hebben, als hij daar veel geld voor kon krijgen. Maar het was misschien wel goede muziek geweest. En dat is juist het punt. Beethoven heeft een aantal dingen gecomponeerd. Hij noemde dat zelf broodarbeiten. Ja. De stukken die hij echt expliciet schreef omwille van zijn boterham. Maar Beethoven heeft dat altijd opnieuw gedaan met een soort fanatisme dat ongekend was. Met goede muziek. Met al bij al, binnen de context waarbinnen hij speelde, binnen dat speelveld dat hij voor zichzelf had afgebakend,
zo maximaal mogelijk kwaliteit heeft aangeboden. Maar een kunstenaar moest toen zijn eigen bonen doppen natuurlijk. Hè. Het was niet zo dat dat een gesubsidieerd componist was. Die moest alles wat hij zelf deed en wilde laten uitvoeren, moest hij bekostigen. Ja, absoluut. En Beethoven was op dat punt natuurlijk een uitzondering, omdat veel van zijn collega's waren toch wel vast verbonden aan een hof. Hij was de eerste. Ja. Maar hij was de eerste die expliciet, deels ook door omstandigheden, want dat was ook niet zijn doel, dat was ook niet zijn ultieme droom van freelance componist te worden. De omstandigheden hebben dat gemaakt en zijn doofheid heeft daarbij hem niet geholpen. Hè. Maar dus Beethoven was de eerste die expliciet zijn eigen brood moest verdienen, maar hij was eigenlijk een uitzondering. Pas nadien zijn er andere mensen gekomen die dan in zijn voetstappen zijn getreden. Ja. Jan, een heel belangrijke vraag vind ik die van de genialiteit. Ja. Beethoven die overstijgt zowat alles en iedereen. Ja. Tenzij dat dat op een cliché zou berusten, want het is ons zo ook een beetje ingelepeld. Hm. Er is ook nog andere hele goede muziek natuurlijk. Hè. Maar hoe komt het dat wij Beethoven zijn gaan associëren met het genie? Hm. En dat in combinatie met het feit dat er ook heel veel mythevorming is rond die figuur. En de lijdende, de gekwelde Beethoven die... het zo moeilijk had in zijn leven, die ook nog eens doof werd en die dan die magnifieke muziek componeert. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dat genialiteit? Ja, ten eerste, dat zijn nu 3, 4 vragen hè, tegelijkertijd. Dus misschien de meest algemene eerst. Wat is genialiteit? Naar mijn gevoel, maar wellicht heb je daar een ander idee over. Ik ben geen specialist van de genialiteit. De meeste mensen die bij mij komen zijn gewoon zo. Maar, en nu en dan een genie. Goed, ik kan er maar dus laten we zeggen, je hebt genialiteit dat kan zich op verschillende domeinen situeren. Dus je hebt in eerste instantie iets wat je zou kunnen noemen een vaktechnische genialiteit. Mensen die... Excelleren. Die een vermogen hebben om op het onbewuste niveau verbanden te leggen waar gewone mensen een bewustzijn moeten voor gebruiken. Het klassieke voorbeeld in de wiskunde is een geniaal wiskundige kan een bewijs leveren en stappen overslaan. Mm-hmm. Terwijl een gewoon wiskundige alle stappen moet zetten. Out of the box denken. En daardoor kan hij legt verbindingen op het onbewuste niveau die een gewone mens niet legt. Om daar een voorbeeld van te geven, Mozart. Als je de 3 grote d'Aponte opera's ziet van Mozart, daarvan kan je eigenlijk zeggen, en het is plezant om daar les over te geven hoor, is elke toon heeft een theatrale betekenis. En je kunt dat uitleggen, de meeste mensen weten dat niet, maar je kunt dat, ben niet van spreken, elke maat kan je uitleggen. En als je het dan doet, dan zijn de mensen verbaasd en stellen mij de vraag, heeft Mozart dat zo bedoeld of is dat hinein-interpretering? En dan zeg ik, Mozart heeft dat gewoon zo uit zijn pen, min of meer zo uit zijn pen laten drijven. Net omdat hij het allemaal omdat hij zijn onderbewustzijn dat allemaal combineerde. Dat is een niveau van genialiteit op het technische niveau. Om een beetje een banale vergelijking te maken. Je hebt van die voetballers, Johan Cruijff is zo iemand, De Bruyne dichter bij huis. Dat zijn mensen die het spel anders lezen. Die zien dingen die de gewone voetballers, laat staan de gewone supporters, niet zien. Die geven een pas waarvan je zou denken dat is een gekke pas, terwijl het eigenlijk dat hij iets gezien heeft wat de andere mensen niet hebben. Dat is het eerste niveau van genialiteit. Een tweede niveau is, situeert zich naar mijn gevoel, in de verhouding tussen een kunstenaar en zijn tijd. Absoluut. Een genie is in staat om datgene wat latent, onbewust aanwezig is in een tijd, om dat uit te drukken en om te zetten in iets nieuws. Dicht bij huis, wat is de genialiteit van David Bowie bijvoorbeeld? Iets visionair. David Bowie die zegt iets over de jaren 80, de jaren 90. Wat hij alleen maar tot uitdrukking heeft kunnen brengen en waar wij gewone mensen alleen maar naar kunnen kijken en in het beste geval een beetje begrijpen. En bij die man komt dat op een natuurlijke manier. En zo komen we dicht bij Beethoven. Beethoven is degene geweest die tijd van overgang,
die het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw is geweest, heeft uitgedrukt in zijn muziek. En dat is het grote verschil tussen Bach en Mozart en Beethoven. Dus dat Bach en Mozart zijn ook componisten die maximaal... Ik ben een grote Bach-liefhebber. Wel, Bach is iemand die maximaal... Ja, die de barok tot zijn grootste hoogtepunten van zijn heeft gebracht. Tijd en de taal van zijn tijd heeft uitgebouwd. Ja. Mogelijkerwijs dat ze hier en daar zelfs grenzen heeft verlegd. Hè. Maar dat was een relatief statische tijd. Tuurlijk, hij was in die tijd. Dat was in die tijd. Hè. Ja. En nog even ter anekdote. Hoeveel versies heb je thuis weer van de Matthäus-passie? Nee, van de cello suites. Ah, de cello suites. Dat is mijn verzameling. Ja. Hoeveel? 150. Ongeveer, ja. Je zit een Bach-freak om het over Beethoven te hebben. Maar mijn vrouw verzamelt de Beethoven-kwartetten. Voilà, om je gerust te stellen. Dus, mooi van jou verhaal voor te stellen. Dus het punt is dat je over Beethoven een veel boeiender biografie kunt schrijven dan over Bach en Mozart. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de muziek. Maar door het feit dat Beethoven leefde in een tijd van overgang... Een heel boeiende tijd voor de westerse mens. En dat hij vervolgens dat heeft uitgedrukt in uitzonderlijke muziek. En daarvoor natuurlijk en daardoor ook grenzen heeft verlegd. En het is wel effectief zo dat de muziek van Haydn, jou ook zelfs, Bach en Mozart, heeft een zekere ontwikkeling gekend, maar nooit in dezelfde mate als bij Beethoven. En dat heeft te maken met de verhouding met de tijd. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het feit dat hij het einde meemaakte van dat ancien regime, dat eigenlijk ook een soort van vernieuwing en revolutie in zijn eigen muziek heeft kunnen mogelijk maken. Zonder twijfel, om het een beetje lapidair uit te drukken. Hè? Diezelfde Beethoven, eventueel zelfs met zijnzelfde ziekte, dat toevallige probleem van zijn dorp, laat die man... 10 jaar vroeger of 10 jaar later leven en je hebt een totaal ander verhaal. Maar goed, dat is voor iedereen zo. Hè. We zijn in de tijd. We zijn altijd in de tijd. En er is een aantal toevallige omstandigheden die maken dat er dan plots een vonk ontstaat van genialiteit, die het resultaat is van een brein, van een ontwikkeling, maar ook van een context. Ja. En dan gebeurt er iets wat je niet kunt voorzien, wat je ook niet kunt op voorhand regelen. Je kunt een kind ook niet geniaal maken. Ik zou bijna zeggen gelukkig maar. De maakbare mens, gelukkig is dat een illusie. De dingen gebeuren. Maar dat is iets interessants wat je nu aanstipt ook, Dirk. Die maakbaarheid van de mens, die vond toen ook een hele grote plek in de samenleving. Beethoven kon ook Beethoven zijn, omdat eigenlijk op dat moment jezelf kon bewijzen dat je je afkomst kon overstijgen. Dus toen begonnen, zeker. Toen is de serie begonnen, zou je kunnen zeggen, Dirk. En wat is uw vraag dan? Wel, een vraag die ik wil doorspelen aan Jan. Van in hoeverre heeft hij wel kunnen profiteren van die maakbaarheid? Ik denk dat hij... in eerste instantie die maakbaarheid zelf gecreëerd heeft. Mm-hmm. Dat een van zijn grote verdiensten is geweest. Ook door zijn geschiedenis. Door zijn vader die sterft. Mm. En ik weet niet wat allemaal. En de manier waarop hij reageerde. Dus, om dat even anders te zeggen. Hè. We weten allemaal dat de meest interessante carrières de niet-rechtlijnige carrières zijn. Mm-hmm. Dat is een bekend gegeven. Hè. Dus je moet bijna vragen... om tegenslag te hebben in het leven, om het ver te brengen. Ja, maar meestal loopt het niet goed af. En een paar keer... Maar dat is juist het kan geen pleidooi voor tegenslag zijn. Nee, dat is het punt. Dus één, men vraagt niet om tegenslag. Nee. En het laatste wat ouders van hun kinderen willen, is dat ze tegenslag hebben. Dus dat zeker niet. Dus men vraagt er niet om. Maar inderdaad. Maar vervolgens is het de manier waarop men met die tegenslagen omgaat. En vooral de kern van de persoonlijkheid... die maakt dat wat voor veel mensen een aanleiding zou kunnen zijn om alcoholist te worden, om een kogel door het hoofd te schieten enzovoort, omdat men dat als men dat niet heeft, dat men dan inderdaad het grote doet. En dat is natuurlijk het er ook niet uit. Nogal wat genieën zijn ook alcoholist en hebben zich een kogel door het hoofd geschoten. Dus het is niet zo zwart-wit natuurlijk. Beethoven is een groot voorbeeld ervan, maar er zijn momenten geweest... ook bij Beethoven, overigens het fameuze Heiligenstädter-testament, 1802, toen de diagnose gesteld werd van dit probleem is niet alleen
niet te genezen, maar zal vroeg of laat ook fataal aflopen. Op dat ogenblik heeft Beethoven suïcideplannen gehad. Ik zag in de tentoonstelling een brief waar de hij dat brief, met de zijn mooie schrift schreef. Dat is een iconisch document. En dat is natuurlijk het punt, en daar kom ik misschien terug op wat je daarnet vroeg, de mythe Beethoven. Het is effectief zo dat dit kantelmoment in het leven van Beethoven nadien mythische proporties gekregen heeft in de perceptie en vervolgens in de verspreiding van dat beeld van de leidende kunstenaar die zich vervolgens overstijgt. En dat is natuurlijk een typisch 19e eeuws beeld gemaakt door de voornamelijk Duitse historici. Wat was hun belang daarbij, Jan, om van Beethoven dat gekwelde genie te maken? Sign of the times? Is dat ideologisch in die zin van je krijgt bij het begin van de 19e eeuw de burgers die plotseling in de cockpit komen van de samenleving. Plotseling heb je niet meer de adellijken die van vader op zoon dofies een voorgekoud leven hebben. Nee, je zit nu in een samenleving waar iedereen het hoogste kan bereiken. Napoleon voorop. Mm-hmm. Dat is het mooiste voorbeeld. Iedereen kan het hoogste bereiken op voorwaarde dat je talent hebt en dat je hard werkt en eventueel ook leidt. Afkomst dus en lengte waren niet meer van belang. Absoluut. Dus men ging dat idee, dat is een soort American Dream, absoluut, van een letteren, ging men cultiveren. En dan is natuurlijk Beethoven een mooi prototype, een soort model, waarnaar men zich dan kon richten om eventueel zelf van nederige afkomst zijnde het ver te brengen. Dat is een typisch 19e eeuwse burgerlijke gedachte. Vier schaffenes. Ja? Ook Duits. Ja, maar het is zelfs in die tijd ich schaffe es. Ich schaffe es. Het wier, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, omdat het een gemeenschappelijkheid heeft. Dat is de overtuiging die ik zelf ook heb, dat we altijd mensen zijn die samenwerken. Maar ich is een illusie, denk ik. Was Beethoven een totale individualist, Jan? Beethoven was beide. Hij was aan de ene kant iemand die zeer gedreven was, vanuit een innerlijke impuls, onverbiddelijk en compromisloos naar het beste streefde en op dat punt mateloos intolerant en ongeduldig was. Die inderdaad voor alles liet wijken om zijn doel te bereiken. Hij liep vloekend door de straten van Wenen. Bij manier van spreken. Hè. Maar na zijn uren, buiten zijn vakdomein, was Beethoven, vooral in zijn jonge jaren, een hele aangename, minzame, humoristische, lichte mens. En verliefd ook. Ook verliefd. En niet alleen op dat. Op meerdere vrouwen. Niet alleen dat. Zij het na elkaar. Ook omgekeerd, de vrouwen waren ook verliefd op hem. Dat was een succesvolle man. En als ik mij mag permitteren om misschien een beetje een vergelijking te maken, maar die sommige mensen veel zal zeggen, je moet dan altijd denken aan de figuur van Eddy Merckx. Ik heb nog niet het voorrecht gehad om de man persoonlijk te ontmoeten. Ik heb hem mogen ontmoeten. Wel, zeer amabele mens. Wel, na zijn uren. Is het inderdaad. Eddy Merckx, ik heb niet met hem gekoest, natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar Eddy Merckx was toch degene voor wie het kot te klein was als zijn fietszadel 2 mm te hoog of te laag stond. Die gewoon bijzonder buiten zichzelf kon zijn als er ergens iets fout ging. Die een kannibaal was, dat was zijn bijnaam. Die dus voor niemand die geen medelijden had, die ook zelfs zijn eigen ploegmaten geen overwinning gunde. Maar die één keer hij niet meer op de fiets zat of zit, blijkbaar inderdaad een bijzonder aimabel, loyale, innemende man is. Merkwaardige vergelijking. En dus, de vergelijking, dus Beethoven heeft iets Merckxiaans en Merckx heeft iets Beethoveniaans, zou ik zeggen. Ja, Cruijff en Merckx. Het gaat hier helemaal over arts en sports ondertussen natuurlijk. Je hebt natuurlijk die legendarische doofheid van Beethoven, waardoor hij meer dan een ander mens eigenlijk met zijn tekortkomingen werd geconfronteerd, Jan. Weten wij hoe
want je hebt het daar net over zijn suïcidale gevoelens op een bepaald moment. Weten wij hoe hij zelf naar het einde keek? En wat zou dat voor zijn muziek hebben kunnen betekend hebben? Dit is een heel moeilijke vraag. En zeker in het bijzijn... We hebben een psychiater bij ons, hè? Dus, wel, nee, maar het kan niet anders dan dat het leven bepaalt, natuurlijk, sowieso. Maar avec des sillons pour émettre Paris dans une bouteille, hoe zou het geweest zijn zonder doofheid of zo? Oh ja, dat is natuurlijk misschien nog de makkelijkste vraag. In die zin dat we met zekerheid kunnen zeggen dat Beethoven een briljante carrière zal gemaakt hebben als concertpianist, die ook nog componeerde, die vervolgens ook de wereld, wat dat ook mogen geweest zijn toen, zou rondgereisd zijn en geschitterd zou hebben als pianovirtuoos. Maar misschien een beetje minder op zoek gegaan naar nieuwe taal in de muziek. Minder en toch. Dat ik weten denk, we niet. Ik denk was vermoedelijk mee. Hij zou zeker, Beethoven was Beethoven, hij zou zeker grenzen verlegd hebben. Ja. Maar het zou niet zo extreem geweest zijn als nu, want je mag toch niet vergeten dat het feit dat hij meer in zichzelf gekeerd geraakte, afgesloten geraakte van de buitenwereld, ook niet meer reizen op het einde, nauwelijks nog mensen zag. Een beetje dat in quarantaine een soort, zat een soort introvertie teweeggebracht bij zichzelf, waardoor natuurlijk hij in zichzelf is gaan beginnen te draaien en zich vastgeboord heeft in die muziek die extreem futuristisch geworden is. Hè. Maar om het nu terug even te hebben over je vraag, dus En daarom kijk ik een beetje naar u, Dirk. Het is heel moeilijk om te begrijpen wat Beethoven heeft geschreven in zijn composities, maar zijn brieven enzovoort, zijn dagboeken hier en daar, om daar de juiste draagwijdte van in te schatten. Ik denk, een psychiater weet beter dan wie ook hoe moeilijk dat het is om door te dringen tot de ziel van de mens. Ah ja, een psychiater weet, denk ik, dat niet gaat. Voilà. Huh? Dus laat iemand de maar... De ander als ander. We zijn altijd vreemdeling voor de andere mens. Ja. En hoe meer dat ik met een patiënt spreek, soms jaar na jaar, hoe minder dat ik ervan begrijp, zeg ik soms. Huh? Ja. En dat is een van de dingen, van de problemen waarmee ik geworsteld heb toen ik mijn boek schreef. Dat was als ik op het punt kwam waar ik me betrapte op analyses van hoe hij zou gedacht hebben en hoe hij zou, zich zou gevoeld hebben. Je hebt daar een beetje een neiging toe om dat te doen. Maar niet doen, het is zou hoogst, ik zeggen. Hoogst gevaarlijk. Ja, het is absoluut niet goed om de levens van kunstenaars of van historische figuren te psychiatriseren. Absoluut. Laat. Dus je zou bijna kunnen zeggen, het enige houvast dat we hebben, en dat is dan ook subjectief, is hoe de muziek klinkt die hij geschreven heeft op het einde van zijn leven. En de brieven, natuurlijk. Ja, maar ik heb een neiging om, in het geval van de brieven, om dat toch heel voorzichtig mee om te gaan. Hè. Ten eerste was het een tijd ook waarin het schrijven van brieven, en ook bij Beethoven was dat nog het geval, bij Mozart was dat extreem, dat het schrijven van brieven een onderdeel was van etiketten. Ja, zeer formeel. Brieven. Ja. Dat ging je niet je zielen roestelen in gaan blootleggen. Dat is geen Facebook. Dus, absoluut niet. Hè. Facebook wordt ook gelogen. Je vindt bij Beethoven zo goed als geen uitdrukkingen in verband met de liefde. Daar wordt niet over gesproken. Dus het enige wat je hebt zijn die brieven aan Josephine van Brunswick, waar hij dan bepaalde dingen heeft gezegd, maar ook die... Toch die brieven over suicidaliteit, dat is toch nogal... Dat zijn brieven... Fors. Dat gaat nu over 3-4 zinnetjes waarvan wij zeggen van... Die mij erg opvielen. En dan zou het zelfs nog kunnen zijn, dat is zelfs nog een punt, dat zelfs die fragmenten voor een belangrijk stuk nog geïnspireerd zijn door die Leines Jungen Veertes van Goethe, dat op dat ogenblik een cultboek was. Okay. Dat zelfs dat een onderdeel was van een code om bepaalde signalen te geven. Via-via. Via-via en niet via, rechtstreeks. Ingepakt in een verpakking van conventies. Oké, maar nu we daar zitten, Jan, nog iets over vernieuwing. Aan het begin van het gesprek, een dik half uur geleden, heb je ons eigenlijk verteld, vernieuwing,
dat is eigenlijk onderdeel van een chronologie. Vernieuwend, dat wil je niet zijn, dat doe je al werkende, hardwerkende. Maar toch lijkt je hier te insinueren dat eigenlijk door het feit dat hij zo een geïnterioriseerd bestaan leidde, in een soort van pre-quarantaine zat, dat daaruit heel vernieuwende muziek is gekomen. Muziek voor de toekomst, futuristische muziek. Want ik verwijs even straks naar de lievelingsmuziek van Dirk de Wachter. Je hebt voor een van die late strijkkwartetten gekozen. Ja. Dat is toch ongelooflijk als je dat hoort. Ja, maar dat is na 100 jaar nog modern. Hè? Dat is heel bijzonder. Ja. Jan, hoe bekijk jij dat? Ja. Goh, daar hebben we opnieuw weer de twee factoren. Dat is oorzaak en gevolg. Dus het is zeker zo dat de muziek van Beethoven extreem vernieuwend was. En op het einde van zijn leven was hij zich daar ook van bewust. Maar het was nooit de expliciete bedoeling van Beethoven om vernieuwend te zijn. Ik zal eens iets nieuws schrijven. Nee. Hetzelfde met de wetenschap ook weer. Om die vergelijking te maken. Wetenschappers die verkrampt op zoek zijn naar nieuwe dingen, die gaan nooit het nieuwe vinden. Het nieuwe is een gevolg van een basisinstelling. Maar toch van een soort open geest. Ja, absoluut. Van een soort van onbevangenheid. Dirk, wat je daarnet ook zei. Kunnen treden. Ja. Maar wat Dirk daarnet ook zei, als je nu naar die strijkkwartetten luistert, is het nog altijd alsof je nieuwe muziek hoort. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat nog altijd bijzonder. Zijn daar dissonanten, terwijl het, maar dat kunt u veel beter zeggen, het laatste, dus de 135, is een eenvoudig, op het eerste zicht, ik ben zeer voorzichtig, op het eerste zicht een eenvoudiger iets dan die vorige. Ja. Maar daaronder zit een complexiteit die formidabel is. Hè? Zo mag ik het zeggen, maar ik vraag het ook, hoor. Ja, het risico nu dat we een beetje... mag niet te technisch worden. In de technisch gaan worden. Maar ook met het risico dat we gaan psychologiseren. Hè? Bij die opus 135 kan ik me niet van de indruk ontdoen, maar kan me ook niet van het weten ontdoen, dat het gaat om zijn echt laatste compositie. Well, ja, daarom heb ik het ook, daar staat boven, moest es zijn. Es moest zijn. In het Frans ook, in het Duits en in het Frans. Ja, dus, ja, je kunt dan zeggen, dat zijn verhaaltjes rond die je goed kent, dat gaat over zijn centen enzovoort, maar dat kun je toch niet anders denken. Nee. Ja, voor de psychiater heeft toch te maken, is het natuurlijk onbewust, met het einde van het leven, met de suïcide van zijn neef en al die dingen. De dood, wederom, altijd weer opnieuw, de dood, dwingendheid van... Is dat nu geweest? Ah, wel, dat is het. En dan eindigt hij, denk ik toch, met een soort luchtigheid ook. Ja, een merkwaardige luchtigheid. Een knipoog. Ja, iets het ironisch. Het laatste deel ook heeft iets ironisch met die pizzicato's op het einde. Ja. Ja, dat is een enorme knipoog. Een zeer wel, relativerende knipoog. Een vette knipoog naar de absurditeit van de wereld. En het leven, ja. Ja. Denk ik wel. Kan je zeggen. Maar om nog even terug te komen op vernieuwingen. Net zoals ik bij het begin van het gesprek een beetje in opstand ben gekomen tegen die criteria, die metacriteria, laat me het zo noemen. De metacriteria om kunst te beoordelen, die afleiden van de echte criteria. Moet ik nu ook een pleidooi houden tegen de obsessie van de vernieuwing. Als je een dossier indient voor subsidies, dan moet je kunnen bewijzen dat je iets nieuws brengt. Dat je iets brengt dat nog niet gebeurd is of dat grenzen verlegt. Terwijl eigenlijk het doel zou moeten zijn, creëer omstandigheden waarin je goed kan werken met de beste mensen. Doe hard je best. En dan zal er wel iets uitkomen. Dan zal het wonder wel geschieden. En als dat leidt tot iets dat vernieuwend is, dan des te beter. Ja. Een ander aspect dat we nog niet hebben behandeld bij Beethoven is het feit dat zoveel mensen daar
troost uitputten. Ik zit nu even helemaal in het domein van de psychiater natuurlijk. Hoe kan je zoiets verklaren? Want Bach heeft dat ook. Hè? Maar Beethoven, hè, de koorfinale, ode aan die Freude uit de negende, dat is voor heel veel mensen overal ter wereld, ongeacht afkomst, opleiding. Zelfs is dat... in China vinden ze dat fantastisch. Ja, merkwaardig toch. Ja, ja. Hoe kan je dat verklaren? Ik denk dat het ook veel, maar het doet geen afbreuk aan de muziek van Beethoven, maar dat het toch ook veel met de mythevorming en heel de context en zo te maken heeft. En met ode aan die Freude, dat zo, men haalt dat daaruit, want heel die negende is toch veel complexer dan alleen maar dat. Dat het ook een stukje een gecreëerde, wat commercieel ingegeven toestand is zo waar Beethoven in gebruikt wordt. Wat ook een groot... En hier is dat nu goed, hè? Maar we hebben toch gezien hoe dat een Wagner of een Nietzsche kan gebruikt worden voor minder goede doeleinden. Dus het gebruiken van een kunstwerk en van een kunstenaar is ook niet altijd een... hoe moet ik dat nu zeggen? Een eigenschap van grote kwaliteit. Ja. Hier is dat nu wel zo. Hè? Maar ik richt mij nu wel tot u, hoor. Ik weet niet of dat het feit dat Ode aan die Freude overal zo wordt meegezongen door grote groepen, wil zeggen dat dat fantastische muziek is op maar zichzelf. Maar de vraag is eigenlijk, Dirk, hoe komt het dat wij daar zoveel troost uitputten uit Beethoven? Hoe komt het dat wij zoveel troost putten uit Beethoven in het bijzonder, maar kunst in het algemeen? Los van alle criteria die je op kunst kan toepassen. Oh ja, maar dat is volgens mij omdat kunst en muziek... Want we zitten dan weer helemaal binnen dat thema van Bozzaro. Misschien muziek nog meer dan andere kunstvormen, maar dat die appelleert aan het wezenlijke van het menselijk bestaan. Aan de creativiteit. Het maken van schoonheid is wezenlijk voor de mens. Dat denk ik. Dat is niet een versiering, zo zeg je, dat is niet de kers op de taart, maar het is de bodem van de taart. Daar waar de fond van de zaak, daar gaat het echt over, denk ik. Dat verbindt mensen, dat geeft menselijkheid aan de mens. En bij Beethoven is dat ook zo. Natuurlijk geniale kunst, je doet dat misschien nog meer. Maar ik denk dat de menselijkheid van de mens is de kunst. Zo denk ik dat. En daar zijn wij allemaal mee begonnen, om de dood in de ogen te kunnen kijken. Ja, zo is dat, denk ik. Ik denk dat als de mens in zijn ontstaansgeschiedenis zich bewust is gaan worden van de dood, hè, want onze vrienden, de dieren, hebben dat veel minder. Hè, die zijn daar niet neurologisch niet zo toe geëquipeerd. En de onmogelijkheid van te leven met de dood, het niet kunnen zeggen van wat is, daar is heel het religieuze leven rond ontstaan. En ik denk ook, het is een beetje een persoonlijk idee, dat in seculiere tijden, als God daar niet meer is om ons te troosten, dat de kunst daar wel blijft. De kunst is altijd heel deel geweest van het religieuze ook. Hè? We zijn rond het stoffelijk overschot gaan zitten. We hebben gedanst, we hebben teksten gemaakt, we hebben een graf gemaakt, we hebben gebeeldhouwd, geschilderd. En natuurlijk, dat goddelijke is op de achtergrond verdwenen. Maar ik denk dat de kunst blijft om te kunnen leven met het leven en de eindigheid daarvan. Het zal straks bijna een jaar zijn dat er niet te veel van dat soort bijeenkomsten heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Hoe doe je ik dat zelf? Ik ben daar bezorgd over. Dirk, als je niet naar concerten kunt gaan... Je kan naar de musea natuurlijk, je kan ook in Beaux-Arts naar verschillende tentoonstellingen gaan kijken. Maar kunst op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte, met anderen beleven, dat zit er niet in. Ik ervaar dat zelf als een gigantisch gemis. Ja. Maar in uw geval, in het mijne ook, is dat natuurlijk een belangrijk stuk van het leven. Maar, ik denk maar voor veel andere mensen ook. Ik denk dat we moeten opletten dat deze tijdgeest met zijn... dat er een ontmenselijking dreigt.
ook in het ontmoeten, elkaar niet vastpakken, die afstand, die maskering. En inderdaad ook de creativiteit die meer op afstand komt. Ik zou het echt hopen, dat het inderdaad een tijd is waar veel kunstenaars zich wel kunnen terugtrekken en in dat isolement hun genialiteit kunnen laten borrelen. En dat we dan volgend jaar de meest prachtige dingen zullen zien die we... Wie weet, Jan Kees. Enzovoort. Ja, dat hoop ik dan wel. Hè. Maar het is een gevaar, denk ik, hoor. Nee, voor de maatschappij. Hè. Dat we ergens in een soort ontmenselijkende omstandigheden komen. Waarin de verbinding en het creatieve bedrukt wordt. Jan? Wel, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je er nog zou kunnen aan toevoegen. Hè. Maar... De essentie is toch dat muziek een bepaalde vorm van abstractie heeft. Dus het beluisteren van muziek, het genieten, om een moeilijk woord te gebruiken eigenlijk, want het is een complex woord, genieten van muziek is iets heel bijzonders, omdat dat heel onthecht is van materiële connotaties en associaties. Dus als je in een concert zit en je bent effectief in de tunnel, in de roes, al dan niet alleen, maar liefst met zoveel mogelijk mensen, dan ben je eigenlijk met een werkelijkheid bezig die zeer reëel is, maar die je niet kunt vatten. Mm-hmm. En dat is een enorme tegenpool ten opzichte van datgene waarvan we altijd denken dat het echte leven is. Namelijk de bankrekeningen en de beurskoersen. Ja? Die in wezen veel fictiever zijn dan de emoties van een symfonie van sonaten van Beethoven. Hè? Zo blijkt. Ja? Dus het feit dat het over gevoelens gaat die je ook niet kan definiëren. Je kan zeggen, ja, ik hoor nu een stuk en dat wekt bij mij droefenis op. Maar het is niet echt dezelfde droefenis... dan die je ervaart bij het overlijden van iemand. Dat is een ander soort droefnis. Je hebt natuurlijk een soort associatie, maar die zijn al meteen al misschien al een stuk intellectueel. Ja. Wanneer dat is al secundair. Wanneer je echt in de muziek duikt, dan kom je in een wereld die heel los staat van het materieel. Ja. Jan, we moeten afsluiten en misschien ook op het einde heel concreet zijn. Je hebt zelf gekozen voor het Kyrie, de Missa Solemnis. Ja. En heel graag in de uitvoering van Gardiner, die ooit heeft gezegd dat dit werk uitvoeren zo'n beetje overeenkomt als het beklimmen van de Mount Everest. Jan, waarom dit stuk? Ik was benieuwd ook, ja. Waarom heb je dat gekozen? Ja. Goh, dus, dat is eigenlijk een van zijn laatste grote stukken. En je hebt dan nog de strijkkwartetten nadien. Maar je hebt dus op het einde van zijn leven heb je de 9e symfonie en de Missa Solemnis, die beide een boodschap aan de mensheid zijn. We hebben daarnet over de 9e gesproken. Het zou me nu te ver leiden om over het propagandistische van de 9e te spreken. Ook eventueel zelfs over het feit dat eigenlijk de 9e heel verkeerd begrepen wordt. De 9e is niet dat ene thema. De negende is een geweldig opgebouwde regie van 70 minuten naar een bepaald eindpunt die dan leidt tot een roes. Hè. Maar dat is de eerste maten behoren daar evenzeer toe dan het moment waarop het thema verschijnt. Hè. Maar dat is, het zou me nu te ver leiden om dat in te gaan. We moeten afsluiten. Maar dus ontferm u over ons. Maar dus in de Missa Solemnis geeft Beethoven een boodschap over de mysterie van het leven. De Missa Solemnis is al lang niet meer een mis die liturgische doeleinden heeft. De Missa Solemnis is een grote muzikale boodschap. En, wat heel belangrijk is, is dat er altijd gezegd wordt, ja, maar Beethoven en vocale muziek, dat gaat niet goed samen. Beethoven is een man van instrumentale muziek. Hij kon niet goed voor stemmen schrijven. Wel, in de Missa Solemnis heb je extreme uitdrukking van wat Beethoven met stemmen wilde doen, waar Beethoven, de stem die toch het meest menselijk instrument is, waar met de stem dingen wou uitdrukken. En dan, ik heb specifiek voor het Kyrie gekozen, omdat in het Kyrie heb je die twee werelden. Je hebt de wereld van het Kyrie, over God,
En dan heb je de wereld van het Christen, waar het gaat over Christus, de mens. In het gewone geval van Beethoven is Christus in eerste instantie de mens geworden God, of de mens die een hogere opdracht heeft en daardoor God wordt. Maar in eerste instantie de vriend is van de mensen. Niet degene is aan wie we het leven te danken hebben, voor wie we ontzag hebben, voor wie we eventueel ook angst hebben. Nee, Christus is de mensenvriend. En dan zie je in dit Kyrie hoe die twee werelden, de wereld van het Kyrie zelf, staan tegenover de wereld van het menselijk in het Christen. En het is die tegenstelling die op het einde van het leven van Beethoven het mysterie van het leven omvat. Een seculiere religiositeit. Absoluut. Oké. Zo is het. En dat kan je in het begin horen. En daarom heb je dat gekozen. Atypisch voor Beethoven, omdat het vocale muziek is. Maar precies daardoor zo typisch. Is het waar, Jan Kaiers, dat Beethoven, toen hij bijna... hij was zijn doodstrijd aan het leveren, zou geschreven of gezegd hebben, dat ik het niet weet, in het Latijns natuurlijk, plaudite amici, la commedia finita est. Applaudisseer, beste vrienden, de komedie is voorbij. Hij had het van een Romeinse keizer, Augustus. Is dat waar? Er zijn geen opnames van. Wel, dat is een uitspraak die hij zou gedaan hebben. Daar zijn twee getuigen van. Die zijn de een meer dan de andere betrouwbaar. Hè. Maar dat daar een soort ironie bij zat, naar aanleiding van de concrete situatie, dat kan men vermoeden, maar we weten dat niet met zekerheid. Beethoven was op het einde van zijn leven op het randje van cynisch. En of het ironisch is of cynisch, ik weet het niet zo goed. Laten we dan maar hopen dat het ironie was en dat hij toch nog dolle pret heeft beleefd. Nu we weten dat het eigenlijk een heel innemend, aangenaam, humorvol, fijn mens was, die Beethoven. En helemaal niet de man die we dachten dat hij was. Mag ik jullie danken voor dit gesprek, Jan Kaiers en ook Dirk de Wachter. Voor jullie inzichten omtrent de kunst, het welzijn en natuurlijk ook dat uiveren van Beethoven, dat door Jan Kaiers zo fantastisch is uitgebeend in zijn biografie over de componist. Hou het veilig. Dank je wel om ons te bekijken. En wie weet, tot in dit huis. Dank je wel.